Hallo, leuk dat je kijkt naar mijn zwangerschapsvlog week 28. De subathon is vannacht afgelopen en ik had nog niet de camera erbij gepakt in week 28 en dat ga ik nu maar eens doen, want het is gewoon nog maar 12 weken tot de due date, zal ik maar zeggen. En de tijd begint een beetje te dringen. Ik ga meteen beginnen met deze vlog. Ik ga vandaag beginnen met het editen van de vlog 27, van week 27. Die zal waarschijnlijk een beetje ongeregeld zijn, omdat ik zo aan het subbetonnen was. Maar ik ben wel heel blij dat ik dat nog gedaan heb. Dat ik me vet goed voelde tijdens mijn subbeton. En dat ik het 6,5 dag heb volgehouden en mijn kijkers met mij. Heel chill. Ik had eigenlijk gepland, ik had vrij gepland voor de subbeton tot en met kerst. En we zitten nu nog een week voor kerst. Dus ik heb gewoon een hele week waarin ik lekker kan aanrommelen. Ik ga ook nog wel een beetje streamen, maar wel een stuk minder eventjes. Even rustig aan en lekker genieten van zwanger zijn. Daar ga ik echt even de aankomende 2 weken sowieso heel erg mee bezig zijn. En dat ga je zien in deze vlogs. Dus laten we maar gewoon beginnen met een stukje nesteldrank. Ik ga een Harry Potter Lego set uit elkaar halen en in zakjes organiseren, zodat het naar zolder kan. Weer een stukje nesteldrank. Zo ziet dit klusje eruit. Ik maak van deze zakjes, van de IKEA heb ik die. Daar schrijf ik dan op welk zakje het is. Ik heb nu 3 heb ik net gevuld, dus... Het is het hier. En dan ga ik de rest van het huisje nog in 2 delen over 2 zakjes verdelen. En dan zijn we klaar. Dan kan het terug in de doos en naar boven. Dus zo ziet dat er een beetje uit. Zo doe ik dat. Het is echt super neurotisch. Ik weet het. Maar ik word er ook wel rustig van. En ondertussen ben ik gewoon lekker filmpjes aan het kijken op YouTube. Een beetje relaxed klusje dit. Ik heb honger van. Die donuts, dat is heel vervelend. Iedere keer loop ik, zin in donuts. Ja, cake is ook leuk. Ja. En hier heb je ook die muffin hier. Oh ja. Is ook leuk. En de ijs, ja. Nou, daar hangt ook een donut. En dit is die... Dit is volgens mij die van hele dure donut. Ik heb één... Nee, die heel diep hangt. Dat is van Vondels. Deze? Nee, dat is de dure donut. Mijn ouders zijn er, want we gaan een kinderwagen uitzoeken. We gaan oriënteren voor een kinderwagen. Er zit een harde lockdown aan te komen, dus misschien gaan alle winkels dicht. En dat is wel iets wat we echt nog moeten hebben. Dus een kinderwagen gaan we zoeken. En we gaan naar het babypark in Kesteren. Ik heb daar heel veel zin in om heen te gaan. En ik dacht, het is ook wel weer een mooi momentje om even te vloggen. Dus dat ga ik nu doen met mijn ouders. En nu gaan we hem dus afhalen in het magazijn. €10. Ja, dat is betaald. En ik ga jullie het even laten zien, want dit is best wel indrukwekkend, deze hal.
En die pakketjes komen daar boven langs zo. Stapel op de bandpost een paar minuten inspireren. Helemaal goed, dankjewel. Kijk, daar zie je ook weer een pakketje komen. Het is inmiddels de volgende dag en ik heb mijn kinderwagen binnen. Ik ga het even laten zien, want we hebben dus hem nog niet uitgepakt, maar wel even de reiswieg, want die wou ik even checken. En ik heb deze ervoor staan, anders springt mijn guinea erin. Maar er zit echt een matrasje ook nog in. Daar kan je nog eventueel een lakentje omheen doen als nodig is. Maar ik vind hem zo stoer eruit zien al. Dus dit is de reiswieg en ik heb hem even hier staan, zolang we nog geen ander plekje ervoor hebben. En de wagen zelf, die staat in de gang. In de doos nog. Die gaan we nog niet uitpakken. Het leek ons nog niet nodig. En bij de babypark in Kesteren, daar zijn we geweest. Ik moet je eerlijk zeggen, dat is mijn favoriete kinderwinkel, babyspullenwinkel om te gaan shoppen voor babyspullen. Dus daar ga ik zeker nog terug. En daar hebben ze dus laagste prijsgarantie. Dus als je hem ergens anders goedkoper ziet, kun je dat zeggen. En dan geven zij het voor de laagste prijs ook mee. En ik had dus gezien dat hij op Babydump iets van 80 euro goedkoper was. Dus dat had ik gezegd. Toen kreeg ik gewoon 80 euro korting. Dus dat was wel chill. Dus voor die 80 euro heb ik een Maxi Cosi uitgekozen. Een hele goede, met Europese normen van veiligheid en bla bla bla. Ja, als je het dan ziet, dan val ik daar toch voor. Dat het dan super veilig is voor je baby. Dus dat heb ik ook gekocht inmiddels. Ik moet er wel even bij zeggen dat ik dit allemaal krijg van mijn ouders. We krijgen de kinderwagen, was zou ik zeggen, het cadeautje van mijn ouders voor onze kleine meid. Super lief. Dus dikke shout-out naar mijn ouders ook. Het is verder niet gesponsord of zo, maar wel dus door mijn ouders. Dus shout-out naar jullie. Nu pakte ik de camera erbij, want ik ga aan de kersttruien beginnen. We hebben tijdens de Subbeton 3 gewone hoodies verkocht en 4 kersttruien. En hier staat het klaar. En ik ga eventjes lekker kerstmuziekje aanzetten en dan hier voor de kerstboom zitten en dan ga ik deze truien bedrukken. En daar heb ik heel veel zin in, dus dat ga ik nu doen. De truien ben ik de hele middag mee bezig geweest, niet afgekregen, dus daar gaan we morgen mee verder. En van Nikki mag ik nu de kinderwagen al uitpakken, want dan gaan we hem hier onder de trap zetten tot de baby er is. Nog heel lang, maar het mocht van Nikki. Dus we zijn de kerstfilm aan het kijken en gaan we ondertussen de kinderwagen uitpakken. Nou, de kinderwagen is in elkaar gezet. Ik zal het even laten zien. We zetten hem nou hier onder de trap. Hij zit nu ingeklapt en dan op zijn zij. Maar dan kan hij mooi hier staan. Ik heb dat netje eroverheen gedaan, zodat de kinderen er niet in kan gaan leggen. Dat muggennetje. Zo staat de kinderwagen. Verder heb ik nog meer gedaan wat wel belangrijk is, maar niet echt interessant is om te vloggen. En dat is mijn zorgverzekering aangepast. Ik had toch besloten om aanvullend verzekerd te
willen zijn aankomend jaar. Zodat mijn fysio of zo, weet je, je weet nooit hoe de bevalling gaat, het herstel gaat. En ik wil gewoon zorgeloos eigenlijk aankomend jaar ingaan. En dan kan de baby ook mooi op mijn zorgverzekering als het geboren is. En dan is ze ook gewoon aanvullend verzekerd. En dat is gewoon het beste. Je weet van tevoren niet. En dan kunnen we altijd na een jaar kijken van oké, nou hoeft het niet meer. Of wel. Dat zien we dan wel weer. Maar in ieder geval heb ik dat geregeld. En ik heb ook mijn autoverzekering veranderd. Die heb ik veranderd met... Ik heb minder schadevrije jaren nu, dus... Meer schadevrije jaren. Dus die wordt ook weer voordeliger. Dat doe ik ieder jaar eigenlijk even kijken of ik het wat voordeliger kan maken. En ik heb meteen ook die inzittende, die had ik vorig jaar niet bij. Maar nu wel, want ik ga natuurlijk ook met de baby rijden. En ik wil gewoon ook dat zij verzekerd is als er iets gebeurt. Maar oh, dat wil je toch niet? Dat wil je toch niet dat dat gaat gebeuren? Maar ja, dan is ze in ieder geval verzekerd. Oh, dat is de afwasmachine. Oké, dus... Autoverzekering en zorgverzekering zijn allebei geüpdate, ready voor het nieuwe jaar. En ik heb zelf ook mijn zwangerschapsuitkering dat is voor als je zelfstandig werkt. Die heb ik ook aangevraagd. Die hoor ik, hoor voor 24 februari of die wordt goedgekeurd. Dus dat is nog wel even spannend, maar ja, er is geen reden dat ze dat niet goedkeuren. Dus... En dan hoor ik ook de hoogte daarvan. Dus dat is nog eventjes afwachten. Maar wel interessant. Dat is allemaal geregeld. Dus het was eigenlijk best wel een productief dagje. En allemaal van die regeldingen die ik een beetje uitgesteld had. En nu naar de subbeton en met die lockdown die nu aangekondigd is staat afgelopen zaterdag. Dacht ik, laat ik het allemaal maar regelen. Dan is het maar gewoon op orde in ieder geval. Het was een hele hoop werk. Maar ik ben vroeg opgestaan, maar ik kon niet meer slapen. De pakketjes zijn ingepakt en ik ga ze nu ook meteen versturen. Dan zijn ze er op tijd met kerst. Ja, het is maandagochtend. Het was 5:00 ochtends in de nacht voor mijn gevoel meer. En doordat ik zo actief aan het verzekeringen en zoeken was en zo. En alles regelen gisteravond was ik met een veel te druk hoofd naar bed gegaan. En toen ik dus, ik word wel vaker midden in de nacht wakker, maar dan kan ik gewoon omdraaien en dan val ik weer in slaap. Maar nu was ik van alles aan het doen. Ik was al aan het bevallen en het ging allemaal goed. Ik had alles geregeld. Ja, omdat ik er zo mee bezig was natuurlijk. En toen begon zij was ook wakker in mijn buik. Dus zij begon ook lekker te trappelen en bewegen. Ze dacht, oh leuk, we zijn wakker, let's go. Dus toen kon ik helemaal niet meer slapen. Dus ben om 5:00 of 6:00 met Nikki mee eruit gegaan. Die moest werken. Toen dacht ik, nou, ga ik ook maar eruit. Dan beginnen we de dag gewoon vroeg. En er is zat te doen vandaag. Dus ik ga nu de pakketjes eventjes aanmelden bij DHL. En dan ga ik ze versturen.